Utrecht, op het spoor tussen Bunnik en Utrecht. We staan vlakbij de overweg Merenveldseweg. We zijn aan het werk in Houten, we zijn aan het werk in Lunetten. En we werken hier rondom Utrecht waar we dus twee hoge snelheidsresistors hebben ingebracht. In totaal werken we zelfs op de 7 locaties dit paasweekend. Hier op de achtergrond zie je twee mooie hogesnelheidswissels. Deze wissels in het bijzonder zijn erg lang, ze zijn ruim 120 meter lengte en bestaan uit 11 delen. Nou, die delen die kan je natuurlijk in zo'n weekend neerleggen, maar dat is erg veel werk. Wat we hier gedaan hebben, we hebben het wissel voorgebouwd op deze betonnen platen. En de wissels zijn met een soort schuifbaan die om de 8 meter onder het wissel ligt, zijn ze deze kant op geschoven. In totaal zijn ze zo'n 16 meter opgeschoven en dat hebben we in een tijdsbeslag van ongeveer 2 uur uitgevoerd. De voordelen van een hogesnelheidswissel zijn dat je met een hoge snelheid zowel rechtdoor door het wissel kan als ook afbuigend. Daardoor hoef je niet af te remmen op het hoofdbaanvak, dus kunnen treinen sneller achter elkaar doorrijden. Een stukje verderop hebben we ook een dive under gebouwd. Wat is een dive under? Eigenlijk duikt daar het ene spoor onder het andere spoor door. Het gevolg daarvan dat als een keer een trein vertraging heeft, een andere trein daar niet op hoeft te wachten, maar met een hoge snelheid daar voorbij kan rijden. Waardoor er meer reistijdswinst is en een robuustere dienstregeling ontstaat.